Ja, het laatste rondje komt toch echt dichterbij. En je vroeg misschien af waarom staan de vrouwen hier. Ik heb eigenlijk ook het andere vrouw is nu, hè? Mijn partner van de afgelopen tijd. Ik ben overigens getrouwd met een vele, maar hier waren geen duur met een andere vele. Dat is ja, best merkelijk af en toe, moet ik zeggen. Ja, ja als ik dan zeg ja, vele, dan ben ik er aan gewend. Ik pak het heel even apart en dat doe ik niet eigenlijk voor mezelf. Maar voor doen dit 72 uur lang doen we sowieso niet voor onszelf. Dat doen we voor Stichting Ik Doe Mee, dat doen we voor al die kindjes. En ik merk, het wordt ook langzaam een beetje emotioneler en ik merk dat ik ook een beetje aan het trillen ben. Omdat ik hier eigenlijk een soort spokesperson ben die een boodschap moet overdragen. Waarom? Voor dit voor kindjes die het soms niet even makkelijk hebben. Voor dingen die veermachine als vanzelfsprekend beschouwen, maar die niet altijd vanzelfsprekend zijn. En nu heb ik het in mijn boksentas. Want die kenjer hebben mij boete gegeven. En met de vraag, kent ze dit aan de dames geven? En dan begin ik bij, ja, hier zie je. En dan begin ik eigenlijk bij mijn eigen partner vandaag. Sorry, Verle. Maar ja, ik weet niet of ik hem omkrijg, maar... Ja. Dat is voor dich. Dankjewel. Dan hebben we voor Sandra met een hartje en een S. Doe de rest maar echt verkennen, hè. En dan hebben we ook voor Maud met een M als razende reporter. Nee. En dan wil ik u eigenlijk ook allemaal bedanken voor wat je de afgelopen tijd hebt gedaan. Maar ze zitten hier ook voor... Ah, jongens. We zijn dit voor één ding doen. En we zijn dit doen om geld op te halen voor het goede doel. Zoveel mogelijk geld. En dat gebeurt ook op de valreep. En dat vind ik fantastisch. En ze staan hier trouwens. De dames. Ah, dat zijn ze. We doen dit, zoals gezegd, voor het goede doel. En we kennen de gang, we hebben net Sweet Caroline gedraaid, want daar werd veelvuldig aangevraagd. Maar vrij ook één op twee staan, helaas. Maar goed, het is wat het is. En dat is nu weer voor 25 euro aangevraagd door Arnoud. Jong, deze is voor dich, de engelbewaarder. Duizenden bomen ben ik. Duizenden strepen, duizenden bomen ben in gedachten, ben aan het dromen. Je zit in mijn auto en voel me bevrijd. Daarin zit mijn leven, ik heb alle tijd. Zit zonder zorgen, nergens aan denken. Even maar stoppen, om bij te tanken. Flitsende lampen, een motor die draait. Toch waarschuwt een haan in je hoofd die kraait. Ik weet nu, dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engelbewaarder op je bed. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered. 10 kilometer, dan ben je weer thuis. Je ziet in de verte, het dak van je huis. Je voelt dat je slaap hebt, toch rij je maar door. Een engelbewaarder die bijna verloor. En dan zie je bloemen, alles is wit. Het is toch je moeder die naast je zit. Je kijkt in haar ogen en ziet dan een traan. Alsof ze wil zeggen, voorzichtig voortaan. Ik weet nu, dat er een engelbewaarder bestaat. Je kunt haar niet zien, als ze zachtjes tegen je praat. Ik weet nu ook, dat zo'n engelbewaarder op je bent. Ik kan het weten, ik ben er zelf eens door gered.
Ik ben er zelf eens door gered. Ik kan het weten. Ik ben er zelf eens door gered. Dit is het glazen huis Geleen. Ja, we schakelen over naar, naar iemand dat op het moment dat we hem zien, weten we dat het bijna voorbij is. Ja. Of naar het begin. In dit geval is het voorbij. Soms heb je gewoon een heerlijke rol. Als je gewoon zaken mag openen, maar ook mag sluiten. Ja, en dames en heren, ik kijk jullie even of ik duimpjes, ben ik te verstaan? Ja, super. Ja, en als ik er ben, dan is het, als jullie er vorig jaar ook zijn geweest, dan zijn we bijna aan het einde. Ja, natuurlijk, we hebben hele mooie vooruitzichten. Over een aantal dagen gaan we schitterende kerstdagen gaan we vieren. Maar nou is toch wel een moment. En ja, ik krijg er altijd kippenvel van. Hier in de wereldstad. Laat ik eens horen. De wereldstad, laat ik eens horen. En ze kunnen dat in heel Nederland doen met een glazen huis. Maar er is maar één plek waar het constant is. En steeds beter voor de regio. We gaan hier zelf helemaal ervoor. En dat is hier. Ja, ey, en wat hebben jullie weer afgezien? Maar wat... Fantastisch. Ja, dankjewel Bart. Ja, hoe is het met de conditie? Met de conditie welke gaat conditie? Het beter dan met de emoties volgens mij. Ja. Kijk, het was natuurlijk vorig jaar een dag korter. Dus ik denk dat we er volgend jaar gewoon weer een dag achteraan plakken. Ja, maar dan komt wel Michel terug. Oh ja, ja, dat is die. Maar ja goed, ik zie al heel veel tranen. Is dat dan vooral tranen van omdat jullie mensen missen? Of is het toch ook tranen van wel het mooiste wat er allemaal gebeurt? Ja, alles denk ik. Ja. Een moeheid, slapeloosheid. Ja, dat speelt ook wel mee. Ja, op een gegeven moment, we zijn net mensen, Bart. Er komen dingen harder binnen inderdaad, als je minder geslapen hebt. Ja, maar ook als je ziet voor wie dat we het doen. Dat werkt enorm. Ja, ja. Ja, ja natuurlijk. Stichting Ik Doe Mee. Ja. Fantastisch initiatief. Maar jullie staan hier toch met z'n vijven. Hè? Want jullie zijn gewoon echt met z'n vijven, ze moeten het ook zien. En ik vind het eigenlijk, en dat hoop ik dat iedereen het met mij eens is, we gaan het nou langzaam dit laatste half uurtje afronden. Maar we doen dit vooral ook aan een ode aan jullie. Ik zou zeggen, zet een plaatje en dan gaan we zo de zaal in en eens even kijken wat jullie allemaal los hebben gemaakt in de wereldstad Geleen. Nou, ik denk eigenlijk dat dan na 72 uur samen met elkaar optrekken, er eigenlijk maar één plaat is die echt beschrijft wat we misschien voor elkaar voelen. Ja. Ik voelde hem aankomen mee. Hoe kan dat ook, hè? Je was steeds voorspelbaarder. Jammer. Ah, dan stoppen we er zo mee. En ook in het paviljoen, er mag gesjoemeld worden. Er zijn honderdduizend dingen wat vast te loven die mij raak. Maar over één ding wil ik zingen. Wat is een avond? Ach, bezonger het gemak. Want stel ik voor, een klein caféke. En die varkens daar, dat zijn mijn vriend. En deze avond is gebleken aan de teken. Vriend, tot de allerleste rum. Dus even glaas op de avond. Vanavond aan vanavond. Deze vaste lovend, het was voor ergens wat wensje opgebracht. We zijn al honderdduizend zinnen, overblieven kampioenen van de nacht. Dus breng nu een roei van mijn vriend en mijn vriendinnen om te beginnen, want op de rest werd toch wel gewacht. En als het gaat op de lovend, vanavond. Want is het met de vaste lovend, het is van ergens van vriendschap gebracht. En alles wat ik wou zeggen, heb ik met vier vleurtjes zag. We zijn vreemd tot de allerleste run. Dus heb het graas op de lovend, vanavond en vanavond. Ik ga wel honderdduizend keer en nog meer, telkens weer op zo'n avond wie vanavond je wacht. En ik heb 736.000 jaar, eerlijk waar, wordt nog maar dit nummer gebracht. We vervreun de avond en de nacht. Dus op het glas op de oven,
was een man van me. We zijn vreun tot de allerbeste leun. Dus wat het glaas op de ochtend, vanochtend en vannacht. En loopt mij nog eer, deze ogen beleven. Met mijn vreun tot de allerbeste leun. Dus op het glas op de ochtend, vanochtend en vannacht. Spieg en span, vreun tot de allerlaatste ring. En dan gaan we kijken of we Bart inmiddels te pakken krijgen. Ja, dan was al heel goed kijken, want ja, ik ben maar 1,70 hoog. Oftewel zes flesje beer om me heen. Ja goed. Ja goed, vreun tot de laatste ring. En als ik dan hier kijk, ik ga gewoon over even naar het plat, want verdoen het hier in Gelijn. En hoe is de jongheer, meneer Vallen? Kom eens even hier, een echte jong van Gelijn. Ik kan er niks aan doen. Ver kan er niks aan doen. Kom, ik laat het even terug. In een paar is dit mol. En jongen, heb je het zwaar gekeurd? Nee, helemaal niet. Ik heb het nooit zwaar. Oh, dat is zwaar. Hey, doe als echte jong van Gelijn, oud prins, daar meen ik me te herinneren. Klopt. Ja, wat deed ik met dich als toe hier steeds? Ja, het is een leuke sfeer, leuke tent, leuk verseerd. En als de zus, ja, wie veel er al is opgehaald, dat is natuurlijk fantastisch. Dat we dit allemaal met z'n allen kunnen doen in een Gelijn. Dus compliment aan iedereen die die bijdrage heeft gedaan voor Gelijn. Geweldig. Ja, ja goed, al tussenstand over de 12.000 vorig jaar zaten we op de 14. Jongens, denk er even over na. Ook nu dadelijk is een tussenstand, want dit zijn natuurlijk astronomische bedragen. Achter zit de driedubbele telling, dus het kan nog heel veel meer worden. Hey, maar durf ze eens een gokje te wagen? Boah, dat is lastig. Gewoon voor record, denk ik, dit jaar. Hè? Ja, dat vind ik goed. Hey, en dan kijk ik even. Hè. Hoor ik dat maakt zich wel heel makkelijk vanavond. Ja, nee. Vooral voor een record. Ja, ja met maar... zo'n tussenstand behalen. Ja, nee, maar ja. Ik we willen cijfers horen. Ja, nee, maar ik ga het ook anders doen. We gaan ze gewoon eens bouwen de man aanvragen. Herman, dat wordt toch minimaal 200 euro hier met de vrienden, of niet? Zeker. Ja? Nee, zet er nou. Dat... Vroeger net die appelbollen actie gedaan, dat natuurlijk fantastisch is. Maar ik ga ervan uit dat Gelijn nog alles uit de kast gaat halen om hier een geweldig bedrag, een fantastisch bedrag hier op de borden te krijgen. Maar ik durf eigenlijk, om heel eerlijk te zijn, niet te shotten. Ja, goed. Nou, dat is een mooi vervolg. Ik zie achter, dus ik ga toch even met ik lopen. En ik vroeg door de cameraman, ik weet niet wie dat er kent. Maar ik zie achter Lu van de horeca staan. Kijk even, kunst tot achter, denk ze. Nou, we gaan het proberen. Want hier zie ik Luistan. Hier zie ik Luistan. Hier heb ik heel veel zin werken vanuit de horeca. Dat was even erbij. Want ja, je vertegenwoordigt even Gelijn op dat gebied. Want ook op dat gebied denk ik dat de horeca zich van zich de beste kantje heeft laten zien. Dus ik wil ook eens ja, verzinnen nog een struitje. Zit Gerend geneten? Ja, uiteraard. Ik denk niet alleen de horeca, maar ik denk dat het heel Centrum Gelijn zich van zijn beste kant heeft laten zien. En dat we straks kunnen kijken naar een heel fijn, goed resultaat volgens mij. Maar... Ja, goed. En er zijn vooral ook hier mede-eigenaressen van Smaak. Ook een van, de, van alle restaurants die hier het diner donderdag hebben gemaakt. Nou, dat wordt toch wel een succes? Ja, het wordt fantastisch. Echt. In één woord, ja, fantastisch. Zo'n goede samenwerking. Ja, top. Echt top. Heel veel positieve reacties. Eigenlijk alleen maar. Dus ja, wat wilt ze nog meer? Top. Ja, dan gooi ik direct hoe dagen. Hè? Als we het deze keer voor 108 personen hebben gedaan, hè. Gof er een stapje meer zitten volgend jaar nog? Ja, het zou mooi zijn. Het zou mooi zijn. Ja, naar de 150 misschien. Nou goed, super. Ja jongens, wat een Gelijn kind is ook heerlijk eten. Ik weet dat hij achter de dingen, achter het microfoon zit vandaag met broodje knakworst hebben wat te doen. Ja. Dus het water lupsen werkelijk langs de lippen. Oh ja, zeg dat Bart. Absoluut. Hey, we gaan langzaam richting dat piekmoment, hè? Zullen we nog eens even een plaatje erin gooien? Ik denk dat dat een heel goed idee is. Want weet ze, er is, zo gaat wie het glazen hoes, niks hoe bij vreugde en maar ook een troon heel dicht bij elkaar ligt. We zouden haast zeggen, het is een enorme rollercoaster. Here we go on this roller coaster life we know, with those crazy highs and real deep lows. I
really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. I can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. Try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see us sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. Travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. 'Cause I know, oh, I know you're there with me. Ja, Rollercoaster van Danny Vera, en dat was het absoluut. Bart, jij staat volgens mij bij een heel bijzonder persoon. Ja, ik ben gaan bobo jagen. Ja, ik heb hier goed zitten kijken en op een gegeven moment had ik ze in het vizier. En natuurlijk de burgemeester, maar daar ga ik niet beginnen, want ik ga met de dames beginnen. Ja, daar bent u het mee eens. Annemieke Mooi. Oh. En mevrouw Hamersma. Nee, ik durf nu mevrouw te zeggen. Hoe zijn jullie eraan toe? Spannend, zenuwachtig, emotioneel. Ja, ik hoor hier al emotie. Ik hoorde jullie al bakken met tranen, maar volgens mij staat hier het tranenkanon van Geleen. Of niet? Ik denk dat ik een beetje op een dweil begin te lijken. Heb je de lakens bij, Caroline? Ja, hou maar op. Dat zouden we onder ons houden. Ja, goed, maar dat klinkt wel altijd. Maar mensen, we staan er eens bij stil. Hè. Als je hele mooie dingen doet, hele mooie dingen waarmee je mensen echt verder helpt in de situatie. Emotie, tranen is een uiting daarvan. Dat betekent eigenlijk dat jullie dit werk alleen maar met passie doen.
En we kunnen nog wel zeggen, jullie zijn dankbaar dat jullie dit dat jullie hier de hulp krijgen. Maar ik denk dat jullie ook vooral een applaus moeten krijgen voor al die tijd en inzet op alle andere momenten. Ja, en dan kan het niet anders zijn dan ik een hele trotse burgervader hier heb staan. Ja, nee, absoluut. En heb je het gezien? De traantjes die kwamen al een beetje. Het begon al een beetje waterig te worden. Dus ik ben ontzettend benieuwd wat uiteindelijk het eindbedrag gaat worden. Ja, en als u nou, u komt ook in het land, hè? En als u dan wel eens vertelt waar Sittard Geleen trots op is. Passeert dit dan de revue? Nou, wat zeker de revue passeert, is dat wij ons gewoon als gemeenschap enorm opstellen voor elkaar. En dat je de warmte, en dat juist na de kersttijd is dat iets wat we allemaal in nadruk ook zoeken. Maar dat die warmte in onze gemeenschap er gewoon is. En dat onderscheidt ons denk ik met name ook. Ja, ik denk dat het dan ook heel mooi is, want wij gaan ons langzaam voorbereiden op de grote uitslag. Dus daar komen de tranen echt. Ik ga jullie alle drie vragen om mee naar binnen toe te gaan voor dadelijk het belangrijke moment. Maar niet zonder een applaus aan uzelf te geven, want het is wel voor Stichting Ik Doe Mee. Maar wij kunnen zeggen, Geleen, wij doen mee. Ja, dan zijn we er dan. Dan zijn we er echt bijna aan het einde. En ja, het is echt ongelooflijk. Kijk weer even, ik hoor het hier niet. Ben ik te verstaan? Ja, prima. Ja goed, en hier gaan de tranen gaan nogal behoorlijk. Maar één ding heb ik vorig jaar ook gevraagd. En ik ga ze toch eens aan die vijf vragen. Wat ga je het eerste doen als je thuis bent? Maud. Nou ja, ik weet niet of dat bij mij nou de juiste vraag is. Ik heb natuurlijk gewoon thuis geslapen als reporter. Dus ik ben ook wel moe, maar niet zo erg als dat zij dat zijn. Ik denk dat ik vooral eerst ga nagenieten. Ga denken, wat is er nu eigenlijk gebeurd? En dan denk ik dat ik ook net als de rest ga slapen. Tenminste, ik denk dat zij dat gaan doen. Ik ga eerst een biertje drinken. Een biertje? Ja. Een biertje. Ja, het mag dadelijk al, hè? Dus we zijn dus benieuwd. Je bent emotioneel, dus dan zullen de tranen helemaal komen. Ja, ik moet me inhouden. Ik ben me heel lang in aan het houden. Ja. Oké, en ik kom bij de dames als laatste. Ja, ik geloof dat ik vrij snel slaap als ik thuis ben. Maar eerst even mijn vrouw en mijn hond knuffelen. Oké, Veerle? Ja, eerst natuurlijk lekker knuffelen. En dan denk ik een hele goede douche en het bed in. Ja. En tot slot. Sandra. Ja, die douche. Ja. Nee, mijn twee lievertjes die zitten hier in de zaal. Dus die pak ik daar als eerste. Het gebeurt niet alleen jou, Caroline. En dan ga ik ook lekker douchen als we straks thuis komen. Zeker, ja. Oké. Okay. Nou ja, goed. We hebben net gezegd, we gaan nog één plaat draaien voordat we echt naar de uitslag gaan. Maar daar wil ik wel nog iets over uitleggen. Het is een voorlopige uitslag. Dat zal al fantastisch zijn. Maar de veiling loopt nog door tot 30 december. En kijk erna. Unieke attributen. Tennisballen. Gesigneerd door toptennissers. Er is van alles te krijgen. De smoke eaters. Ja, dat is het niet meer. De Geleen. De eaters. Ga erheen. Investeer. Doe biedingen. En laat dat bedrag nog veel meer omhoog gaan. En dat allemaal voor Stichting Ik Doe Mee. Hey, en als ik dan naar jullie hebben toen straks samen overleg. Als we dan één nummer hebben waarbij jullie naar voren gaan komen. Waar jullie elkaar goed willen vastpakken voordat we naar de afsluiting gaan. Welk nummer zou dat nou zijn? Nou, Mick, vertel het. Ja, het zal ongetwijfeld als een verrassing komen. Dus misschien moeten we het uitleggen. Maar we gaan natuurlijk voor Sweet Caroline. Want die is zo vaak aangevraagd. Je dacht even engel bewaarder, hè, Caroline? Helaas. Hij is zo vaak aangevraagd. En ik denk, we hebben Caroline allemaal beter leren kennen de afgelopen 72 uur. En ze wist eigenlijk helemaal niet dat Neil Diamond dit speciaal voor haar gemaakt had. Nee. Dus we willen dat ook inhaken, want ik zeker. Hoor Caroline zeggen, dit kun je niet maken. Maar Caroline, dat kunnen wij zeker maken. Want je hebt we zo hard gemaakt. Alle verhalen die je hier verteld hebt, hebben ons alle vijf zo geraakt. Dat wij zeker vinden dat dit nummer gedraaid kan worden. En dat geldt voor jullie hele stichting, ook voor jou. Maar helaas was er maar één nummer waar één van jullie namen in kwam. En dat was die van jou. En sterker nog, om dat te echoen. We hebben het eigenlijk vanmiddag ook al een keer benoemd. We hebben het ook al een keer tegen de Vlarissen gezegd. Je kan wel een mooie boodschap hebben. Je kan wel een goed doel hebben waar je voor werkt of waar je voor strijdt. Maar je moet die boodschap wel nog kunnen overbrengen. En dat kan jij. En daarom verdien jij dit. Nou, pak elkaar goed samen zijn vast. Zijn we er klaar voor? Zet de plaat in. En we gaan klaar, nog jongens? Één keer samen uitluiden. Daar komt hij, Sweet Caroline. Where it
began. I can't begin to knowing, but then I know it's growing strong. Wasn't the spring, and spring became the summer. Who'd have believed you'd come along? Hands, touching hands, reaching out, touching me, touching you. Iedereen meedoen! Sweet Caroline! Good times never seem so good. So good, so good, so good! Look at the night, and it don't seem so lonely. We fill it up with only two. And when I hurt, hurting runs off my shoulders. How can I hurt when holding you? Touching warm, reaching out, touching me, touching you. Iedereen! Sweet Caroline. Whoa, oh, oh. Good times never seem so good. So good, so good, so good. Eerst een applaus. Ja, dan is het nu toch echt zover dat we gaan beginnen. De spanning komt erop. Ja, het moet maar, hè. Ja, ik wil jullie vragen om hier voor het scherm samen te gaan staan, om elkaar vast te houden. Als alles goed is, krijgt u dadelijk ook op het scherm te zien waar voorlopig, nogmaals, ga naar die veilingsite, koop nog, investeer. Want we gaan het nog een keer verdriedubbelen, denk ik. Maar we gaan in ieder geval kijken hoe ver we nu al zijn, want het zag er al heel goed uit. Maar we gaan beginnen. Ik vraag in de techniek, kunnen we overschakelen naar de voorlopige tussenstand? Het glazen huis Geleen, de tussenstand. De huidige tussenstand is... een 3. €593. Yes! Music! Het glazen huis anthem. Hero van Afrojack en David Guetta is het glazen huis anthem 2023. Little girl, only 17 years old, life just got in the way. Don't know what to say. She's heard it all before, lying on her bedroom floor, thinking my life has to be worth more. She dreams of going to New York City, her heart's already there, but her
dames en heren. Wat een fantastische prestatie. €20.593. Fantastisch. En dan in geleden. En nogmaals een voorlopige tussenstand. Ik denk dat het goed is dat we ze naar buiten gaan halen. Dat denk ik, hè. Dat mag wel, hè. Jazeker. Ik laat ze nog heel even uithuilen, anders vallen ze me om. Laten we deze toppers naar buiten halen. Dames en heren, geef ze een fantastisch applaus. Hier komen ze, de doorzetters van Geleen. De boegbeelden van het Glazen Huis 2023 met meer dan €20.000. De DJ's. Een emotie dan tot, dat mag ook wel. Wat een wereldprestatie in de wereldstad. Ze worden opgehouden. Kom even naar voren. Kom voor dat huis staan waar jullie zo lang in hebben gezeten. En neem dit in ontvangst, want dit verdienen jullie. De kinderen erbij, natuurlijk. €20.593. Voor stichting Ik Doe Mee. En daar komen ze worden terecht in het zonnetje gezet met een schitterend boeket. En ondertussen dat ze gefeliciteerd worden. Ja, Mick is bij hen komen. Ja, ik pak je kavel wel even. Zet eens even die microfoon aan, Mick. Ongelooflijk. Zoveel centjes. Zoveel centjes, roept de kleine man. Mick. Dit is gewoon ongelooflijk. Jongens, €20.000. Ja jongens, Ger hebben het toch gedaan. Natuurlijk met al die vrijwilligers die hier zijn voor die stichting Ik Doe Met. Maar verdoen het gewoon erg plat. Maar Ger, heb hier 5 dagen echt er doorheen moeten zitten. Je hebt de ganse regio gek gemaakt met muziek, met de spontaniteit, met de passie, met tranen, met alles erop. En nu staat Ger en nu staat Ger in het zonnetje. Dames en heren, geef ze gewoon een fantastisch applaus. Blijf nog mee, je. Het kind nog meer worden. Maar noem het vooral in ontvangst. En wat gaan we voor nu doen? Gaan we nog het muziek maken? Ik denk dat er sowieso nog wel gaat moet gebeuren qua muziek. We gaan nog helemaal gaan draaien. Ja, laten draaien trouwens. Maar ik wil eigenlijk, als ik daar even aan dicht mag geven. Ik wil eigenlijk... we gaan eerst even een foto maken. Wacht. Ja. Natuurlijk ook de foto's voor het nageslacht. Dan direct mooi als doelstelling voor volgend jaar. Nog beter, nog meer. Ik wil heel even een moment pakken als mijn collega DJ's dat oké vingen. Want ik wil toch heel even gaan zeggen. En we hebben dat al een paar keer proberen te zeggen. Maar het volgende is echt belangrijk. Dus als ik even iedereen zijn aandacht mag. Ja. We hebben de afgelopen dagen keihard gestreden met elkaar. Dat hebben we op weinig slaap gedaan. Dat ging soms makkelijker dan op andere momenten. Maar Geer Zuidoos. Geer Zuidoos daar de hele tijd in dit huis. Geer Zuidoos daar zitten. Maar we kennen dat niet met z'n vieven. Dat zou helemaal de soep inlopen. Dus dat gaan we ook niet proberen. Ik kan niet iedereen bij naam bedanken. Maar ik vind dat ik namens de DJ's toch even moet zeggen. En een aantal u heel even moet bedanken.
Allereerst, wat zonger hem, hij dit glazenhuis nooit bestangen. Michel van Dijken. En ik vind er even een applaus. Verder vind ik het belangrijk om heel even aan te halen dat er nog een man is die zich ontzettend helder alles maakt. En zonger hem dit nooit mogelijk mag maken. Ja jongen, weet je dat ik even heb? Ik heb natuurlijk een debuut van het Centrum Management van Gelijn. Verder vind ik het vooral belangrijk om de mensen achter de schermen ook te laten weten dat we hun enorm waarderen. Dat is onder andere de club van Milo. Milo, ik weet niet of ze ergens rondloopt of achter al met van alles bezig is. Maar ik vind heel even, we moeten een applaus hebben voor onze hoofdtechnicus Milo en onze co-hoofd Sitori. De John de Mol van Gelijn. En Bart, ja, nu ben ik goed gemoeld. Nou, dat is het goed. En ik denk dat dat ook goed is. Want dan gaat Veernoom muziek loesteren. En dan gaat Geer, hoop ik, middag al en hij, nog eens een groot glaas drinken. En genieten wat hier in Gelijn is neergezet voor de stichting Ik Doe Mee. En op naar het Glazenhoes 2024. En blijf mee. Dit is Milo. Yes. Maar het uiteindelijke bedrag wat we hebben opgehaald is 22.173 euro. Fantastisch. Ja, misschien leuk voor de foto's.